Kom aan, Jurgen. Laat de schot door, die gaat in de laatste ronde. Geen gevaar meer. Dernier tour, laatste ronde mannen. Het gaat om de derde plek, de twee zijn buiten schot door. Thomas en Van der Vurst, die gaan ze niet meer terugzien. Laatste ronde voor de eerste achtervolgers. Mannen, laatste ronde van de koers met Frank Sales, met Patrick van Ransbeek en in vierde stelling ook nog Peter Doks. En dan komt de laatste ronde, mannen. Het gedeelte van het peloton onder aanvoering van Wouter de Kleer. Laatste ronde van de wedstrijd. Dernier Tour, laatste ronde, mannen. Rudy Thomas, Proficiat Rudy, en iedereen die applaus voor de nieuwe provinciale kampioen, Proficiat ook, Rudy van der Bus. Hij is de nieuwe Oost-Vlaamse kampioen. Opletten de jongens, want hier wordt gestreden voor de ereplaats in de C-categorie. Aankomst van Bruno Brière als tweede Oost-Vlaming. Bruno ook naar het podium straks. Guy de Koster gaat hier nog een mannetje voorbij. 74. Inderdaad, Guy de Koster. Die hier nog het nummer 190 vooraf gaat. En dat was Bert Doks. Aankomst dan van Frank Geens. Richard de Ridder is binnen. En Jerry Koeman is binnen. Al die jongens die finishen op dit moment. Frank Sales, Pascal Kool. Aankomst dan voor hem. Van het peloton gewonnen door Jimmy de Pape, door Benny Dupont en Pascal Raas als derde. Dat zijn de mannen die hier vooraan eindigen in de pelotonspurt. In de provinciale kampioenentrui te hijsen en mag die een jaar lang gaan dragen. Voilà, en hij zit hem als gegoten, de provinciale kampioenentrui. Ronnie mag naar het hoogste schavot van het podium. Gouden medaille er bovenop. Zoenen en bloemen, Ronnie, heb je nog niet gehad. Die komen er nu aan. Die mag hij nu in ontvangst nemen. En dan is dit het eindelijke podium van het provinciale kampioenschap. Guy de Koster, derde, Bruno Brière, tweede, Ronnie van der Vurst, de nieuwe kampioen. Geef ze alle drie nogmaals een oorverdovend applaus, dames en heren. Proficiat dan! Proficiat, jongens! En het doorstokken wel niet op,